30 auto's bekrast. In het laantje van Ieperen, de Tientweg en de Rozenstraat zijn zondag ruim 30 auto's bekrast. Vermoedelijk zijn de vernielingen tussen 4 uur en 6 uur gepleegd. Jos, dat bij mij ook. Ja, hier. Bij mij. Ja, mij ook. Dan moet het wel waar zijn. Ja, denk ik. Verschillende kranten er iets over schrijven, dan moet het wel waar zijn. Ja. Inderdaad. Dus, ik denk het wel. Door wie en waar zijn deze kranten eigenlijk geschreven? Dat staat er vast wel ergens in, denk ik. Oh ja, kijk, hier staat het. In het Binnenhof. Huh? Oh, ja. Bij mij ook, hier, precies bij hetzelfde. Mij ook. Ja, inderdaad. Ja. Op het Binnenhof, daar zit toch de regering? Ja, volgens mij wel. Zullen we daar anders heen gaan om op onderzoek uit te gaan? Misschien vinden we iets. Oh, lijkt me een goed plan. Ja, goed plan. Let's go. Lente, het wordt weer mooi weer. Vanavond is er weer voetbal, Champions League. Daar gaan jullie over schrijven. En volgende week is ook weer de Cito aan de gang. Oké, dan ga ik jullie een briefje uitdoen. Ja, jij. Moeten we niet iets schrijven over de vluchtelingenproblemen? Nee, natuurlijk niet. Maar dit kan toch echt niet? Laten we teruggaan naar onze plek om dit te bespreken. Ja, goed plan. Ja, kom. Snel, voordat we ons zien. Ik vind het wel raar hoor. We zijn gewoon met twee mensen en die bepalen wat iedereen leest in heel het land. We hebben toch recht op vrije meningsuiting of wat? Dus als alle kranten hetzelfde schrijven, zou het wel eens waar kunnen zijn dat het gewoon helemaal niet waar is wat erin staat. Zullen we anders onze eigen kranten maken waarin wel de waarheid staat? Ja, nee, dat is een slim idee. Ja. Gaan we hem doen. De waarheid? Ja, dat is wel een mooie naam. Wat wordt ons eerste kopje? Ik denk de regering die bepaalt wat wij te lezen krijgen. Ja. De regering bepaalt. Moed van de regering. Ja, maar. Doe toch niks fout? Hey, misschien moeten we er iets mee doen. Ja, we kunnen misschien op internet zetten. De regering bedenkt al het nieuws. En zet nu op internet. Huh? Waar staat dat dan? Hier. Huh? Het is geblokkeerd. Huh? Mijn artikel ook. Oh, wat is aan de hand? Moed van de regering. Weet je zelf wel wat allemaal in de krant staat niet waar is? Welke krant? Nou, eigenlijk alles wat in de krant staat. Dat is toch waar? Wat denkt de regering allemaal? Is het waar? Ja, we worden eigenlijk gewoon voorgelogen. Misschien moeten we hem al vrijlaten. Ja, dan kunnen we het echte nieuws verspreiden.